to my channel. We gaan het vandaag over trainen hebben en afvallen en trainen en afvallen en voeding. Ja, jullie horen het goed. Want ik had op mijn Facebook gezet dat ik een beetje zou gaan vertellen hoe ik in een maand tijd ben afgevallen. Ik neem jullie ook een kijkje mee in de sportschool, zodat jullie ook gewoon de oefeningen kunnen zien wat jullie daarvoor moeten doen. En ik zeg je eerlijk, het is niet alleen de oefening. Het is veel meer dan dat. Het is echt voeding. Voeding is zo belangrijk en voeding is juist het zwaarste. Want zeg nou eerlijk, hoe snel heb jij trek als jij niets te doen hebt in een chocolaatje? Of een kleine snackie, of een snoepie, of een koek? Heel snel, want ik ook. Wij zijn vrouwen. Hè? Wij vrouwen, vooral als we onze periode hebben, om het zo maar even te zeggen, hebben we zo trek in chocola. Althans, ik wel. Ik ga het hebben over de voeding als eerst, want dat is het belangrijkste en daar begin je mee. Pancake time! Low calorie, ik ga jullie even laten zien. Wat je moet gebruiken is zoetstof, mensen, maar de gezonde zoetstof. Ja? Oké. Okay. Kan je trouwens bij de Albert Heijn halen. We hebben hier Body & Fit, Smart Protein Pancakes. Ja, je ziet het. Low fat, no added sugar. Ik ga het even omdraaien. Dan kunnen jullie het een beetje zien. Waar je eigenlijk op moet letten zijn de calorieën, mensen. Calorieën, waar staat die? Hier, calorieën. Dit zet je dan erin. Vanille. Body & Fit kan je ook bij Body & Fit halen. Dat is zeg maar voor de smaak, voor de pannenkoeken. En vergeet niet om ze te bakken met coconut oil. Smart cooking spray. Ja, ook Body & Fit. Healthy lifestyle shit. Dit is echt 0,0 calorieën of zo. Dus dit is ook heel goed. En als chocoladedressing. Weet je, we houden van chocola. Maar je kan chocola eten, alleen de gezonde chocola. Kijk hier. Dit moet je halen. Waar heb je dit gehaald? Overal online. Nou, mijn vriend wil het weer niet met jullie delen. Hij is te gierig. Anyway, je kan ze uit Amerika halen. Body & Fit. Dus check het daar eventjes. Zo heet dit. Zero sugar. Nou, zoals jullie zagen. Ik heb dus net eventjes hiervoor een filmpje laten zien. Van de gezonde pannenkoeken. Ja, er bestaat gezonde pannenkoeken, mensen. Low calorie pancakes. Jullie kunnen dat in de ochtend eten, in de avond, als lunch. Als ik echt trek had vroeger en ik trainde niet, bakte ik wel eens chips. Of had ik een bakje Ben & Jerry, dronk ik Red Bull, dronk ik cola. Maar nu heb ik een vervangende voeding daarvoor gevonden. Als ik trek heb, maak ik gewoon gezonde pannenkoeken, low calorie. Jullie hebben net al gezien waar je dat allemaal kan halen. Body & Fit Shop. Zoetstoffen kan je gebruiken in plaats van echte poedersuiker, weet je wel. In het begin moest ik wel wennen aan de smaak. Want het was toch anders dan anders, you get me. Het was toch anders. Het gewoon blijven eten en dan wen je er vanzelf wel aan. Dat at ik wel eens in de ochtend. Als lunch dus ook. En als tussendoortje als ik zeg maar trek had, weet je wel. Als je gaat beginnen met trainen. Dan kan je het beste jezelf eerst wegen. En het liefst op een maandag. Maandagochtend. Je schrijft het voor jezelf bij. Hoeveel weeg ik nu? En dan na 3 weken ga je weer wegen. Dan ga je weer kijken hoeveel je bent. Wat je ook kan doen als tussendoortje, als snack. Je scheelt gewoon een wortel. Je eet gewoon een wortel. Ik weet, het is niet echt lekker of zo. Het is droog. Maar ik hou er wel van, dus voor mij is het geen probleem. Ik eet gewoon een droge wortel of een komkommer, weet je. Of ik maak een salade van ijsbergsla. Dan doe ik daar paprika stukjes in. Doe ik daar olijven in, een beetje, niet te veel. En avocado. En dan doe ik als dressing citroen, verse citroen. Dan pers ik het gewoon zo uit en dan eet ik dat gewoon zo. Wat je daarnaast ook kan doen als avondeten. Dat is namelijk de main thing. Dat is zeg maar het belangrijkste avondeten. Heel veel kip. Eet gewoon lekker veel kip. Kipfilet. Je kan natuurlijk ook een burger maken. Een kipburger. Hoe je dat het beste kan doen is de spray die ik jullie daarvoor liet zien. Gebruik gewoon een spray. Want in zonnebloemolie zit super veel calorieën. In olijfolie, vergis je niet. Ja, ze zeggen olijfolie is gezond. Maar het is niet zo heel gezond. Het liefst sla je zonnebloemolie over en olijfolie over.
Je gaat gewoon lekker bakken met de low calorie spray. Dat is het beste. Tuurlijk, af en toe als je wat lekkers wil maken, weet je wel wat je moet bakken. Dan gebruik je natuurlijk wel zonnebloemolie. Maar ik raad jullie wel echt aan om de eerste 3 weken, althans de eerste 4 weken, gewoon continu op je voeding te letten. 5 dagen in de week trainen. Mocht je dat niet redden of niet halen of het is te zwaar voor je, dan train je lekker 4 dagen in de week. Dan hou je 1 dag rust. Wat ook belangrijk is, zeg maar, als je traint, dat je dus altijd eerst cardio gaat doen. Je gaat eerst 20 minuten cardio doen. Ja, 20 minuten. Wat ik altijd doe is, ik doe altijd op helling cardio. Dan verbrand je, zeg maar, meer calorieën. Omdat het wel zwaarder is. Wat je doet, zeg maar, je checkt gewoon voor jezelf, hè, hoe hoog kan je lopen. En hoe snel of hoe langzaam. Maakt in principe niet uit. Doe het gewoon op je eigen tempo en op je eigen manier wat het beste voelt voor jou. En dat doe je gewoon 20 minuten elke dag. En daarna ga je over naar krachttraining. Ik ga jullie even nu het video laten zien. Krachttraining voor benen. Als je benen gaat doen, moet je zoveel gaan trainen, weet je, met je benen. Maar dat is dus niet zo. Want wat je het beste kan doen is, in het begin vooral, pak gewoon kleine oefeningen. Korte oefeningen. Along the way laat ik jullie ook wel zien wat ik bedoel. Respect, ik zeg eerlijk, laat me niet hangen. En het belangrijkste is dat je dus in het begin setjes van 4 gaat doen. Dus je doet 4 keer 10. Je kan ook 4 keer 8, maar als je 4 keer 8 doet, dan bouw je massa, weet je, dan word je groter. Kan ook, voor de mensen die booties willen creëren, kan je ook 3 keer 8 doen, dat is het beste. Ik laat jullie sowieso in een ander filmpje zien wat ik daarmee bedoel. En hoe je dus je booty kan creëren, mensen. Ja, ja, jullie horen het. Dat laat ik in een andere vlog zien. Dit gaat puur over het beginfase, de eerste maand. Voeding en de trainer. Nou, zoals jullie hebben gezien, het video. Het waren korte video's van het benen trainen. Ik heb ook laten zien hoeveel keren je dat moet doen. Dus, en qua gewicht maakt het in principe niet uit. Je kan gewoon je eigen gewicht kiezen wat jij het beste vindt voor jezelf. Dus ga niet te zwaar. Als je het niet kan, doe het niet. Begin gewoon lekker licht. Weet je wel. Ik zeg altijd, slow progress is the best progress. En ik zeg eerlijk, het hoeft niet in één keer super snel te gaan. Dus doe het gewoon lekker op je eigen tempo. Als je trek hebt in fruit, eet dan gewoon aardbeien. Super gezond ook voor je lichaam. Zit er vitamine D in. En het is zo laag aan calorieën. Dus eet het liefst gewoon aardbei. En dan desnoods doe gewoon zoetstoffen erin. Dat is ook lekker. Gewoon een bakje aardbei. Je kan zoveel aardbeien eten hoeveel je wil. Dus het maakt in principe niet uit. En als je dus dan op de weegschaal staat. Ik zei net wel in het begin van, ga na 3 weken weer kijken wat je gewicht is. Maar ik ging letterlijk om de week kijken of ik was afgevallen.
Nou, was elke week was ik zeg maar 1 kilo afgevallen. En ja, jullie denken nu 1 kilo, dat is niet heel veel. Nee, dat is ook niet heel veel. 1 kilo is juist goed in de week afvallen. In de week 1 kilo afvallen is gezond afvallen. Als je te snel afvalt, is dat ook niet goed. Dus het liefst 1 kilo in de week. Dus je kan elke week eventjes gaan kijken of je dus een kilootje minder bent geworden. Mocht dat niet werken voor jou, moet je je voeding gaan aanpassen. Want ieder mens heeft natuurlijk weer een andere voeding nodig. Het is echt op basis van je gewicht, van je lengte. En eigenlijk ook op de manier hoe je traint. Dus, maar zoals ik net ook al zei, cardio, superveel cardio is echt super belangrijk. Dus hou dat gewoon vol. Als je geen krachttraining kan doen en je bent back-off van het cardio, maar ja, dan ga je gewoon lekker naar huis. Dan heb je tenminste je cardio gedaan. En dus ja, ik zou zeggen, het is vandaag zondag. Voor de mensen die morgen dus wil gaan trainen, voor de dames. Ik heb altijd mijn eigen schema. Ik doe zeg maar maandag mijn benen. En dan doe ik bijvoorbeeld dinsdag mijn rug en mijn tricep. En dan doe ik woensdag bijvoorbeeld mijn bicep. En doe ik donderdag... mijn bicep en mijn schouders, sorry. En dan doe ik donderdag weer mijn benen. En ja, normaliter doe ik wel vrijdag mijn benen, maar soms ook donderdag. En soms heb ik woensdag gewoon een dagje rust. Dus elke keer die trainingen die je doet, die moet je gewoon blijven volhouden, zeg maar. Dus je moet het niet in één keer gaan omgooien of zo van, oh, ik ga maandag even weer rug doen of dinsdag borst, snap je? Dat is voor jezelf ook makkelijker te onthouden en dan wennen je spieren ook makkelijker. Wat belangrijk is in de eerste week dat je begint met trainen, is dus dat je gewoon zo licht mogelijk gaat doen en heel veel herhalen. Bijvoorbeeld, ik zei net hè, 4 keer 10. Wat je dan doet, is gewoon 4 keer 12. Dan verbrand je ook vet. Dat doe je in de eerste week. Als die hele week voorbij is, pak je de tweede week. Dan doe je weer een stuk zwaarder. Maar dan doe je 4 keer 8. Ja? De derde week doe je dan weer 4 keer 12. Dan ben je op je derde week. En je moet het elke keer weer een beetje zeg maar omgooien. Zodat je spieren die shock krijgen van... Hé, ik ga eerst... Weet toch, ik ga eerst lichter. Hé, maar die week erop ga ik ineens zwaarder. En dan beginnen ze te groeien. Want ik neem aan dat jullie die booties ook wel willen creëren. En die benen. Toch? Precies. Dus dat moet je dan doen. En het, in principe heeft dat helemaal geen effect op wel of niet afvallen... je valt sowieso af als je zweet. En krachttraining is ook echt heel goed. Omdat het... Ja. Je valt gewoon af door die krachttraining. En plus je doet cardio. Dus dat is gewoon... Perfect. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan mijn informatie. Het was een hele kleine vlog over de trainen. Maar ik ga dit proberen om dit zeg maar een hele week lang te doen. En ook steeds meer dingen laten zien wat ik eet en hoe je het maakt. Dus voor nu hou ik het hier even bij. Mocht je vragen hebben, plaats het hier in de comment. En dan beantwoord ik ze in mijn volgende vlog. Ik ga ook binnenkort dus een Q&A starten. Dus kom maar op met die vragen. Wat je wil weten. Ook natuurlijk wat je wil weten over mij. So let's go. En ik zie jullie weer in mijn andere vlog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En laat een duimpje achter mocht je de video leuk hebben gevonden. En niet te vergeten, plaats een comment mocht je vragen hebben. Alleen maar liefde voor jullie. En ik zie jullie gewoon weer in mijn andere vlog. Doei!